Hallo kijkers van Mixed Gamers D. Ja, hier ben ik weer, ik ben Nick en ik ben vandaag samen met Kevin. Die het abonneert, die filmt. Dus jullie het uit de ogen van Kevin. En we spelen vandaag Martender. Ja. Ja, Martender. Ja. Ja, de beta. En we zitten een beetje aan het vliegen als vliegtuigjes. Wij zijn Amerikaantjes en we moeten tegen de maffen. Dat is heel eng, jongen. Als je al die namen ziet aankomen, dan denk ik echt van opdraaien. We zitten in een soort van Chinees level met allemaal rijspelden. Volgens mij is het Japan of zo. Het lijkt wel een beetje van Maya. Maya. Goed. Ik ga achter Louis Portugal aan. Ik ga nog even achter niemand aan, want hij zit midden in hun... midden in hun linies. Hier, één moment, die ga ik pakken. Ik zie Nick en Blum dood en die. Jongen, een Banzai-piloot! Die Banzai... De Banzai-piloot vloog bijna tegen mij, maar ik heb iemand neergekomen. Nu al? Ja, ik heb de first kill. Zodra je het spel niet vloot, ben je fucking slecht. En dan film je het, en dan ben je fucking goed. Ja, maar die kerel vloog op me in, jongen. Die kerel die wat bang. Kind heeft gewoon geoefend, hè? Ja. Op de avond is voor het slapen van 3, 4, 5 kogels. En ik werd een beetje heel erg bekogeld. Of het. Ik ga dood. Help me! Ik kom achter je aan. Zit er met achter je aan? Ja, ik weet het. Die raakt me volop. Nee! Ah, ik val in stukje. Nee. Je was net ver weg. Oh jee, jee, jee. Ik zit niet vast. Ah, ik kan nog even diep doen, maar daar heb ik nu bijna. Dan gaan we wel met de bommen werpen. Ja, die had ik het vorige potje ook, maar die hoefde ik niet te gebruiken. Nu gaat het me lukken. Even kijken, waar ben je? Ben je dood? Nee, ik vlieg die gasten die jou vermoord. Zie je nou weer. Ja, come on! Help me, baby. Zit hier namelijk bij twee andere mensen en eigenlijk zijn het prima. Wauw. Er zijn gewoon drie mensen gecrashed. Had ik hem dan wel? Nee, volgens mij was iemand van de tegenpartij was ook gekregen. Ja, daar vloog ik tegenaan. Hij remde af, dus ik vloog wel wat ze zachter. Nou, dan start hier weer iemand neer. Zo komen er zo, iedereen staat gewoon neer. Ja. Deze kerel die... Volgens mij deze propeller wel neer. Ik wou die landen op een berg, maar dat gaat niet. Wat doe je daar, man? Nou, daar vloog iemand heen. Zie je die GL doen of zoiets? Ik heb pas op, kom we gaan hier de jeans pakken. Wat gaan we pakken? Jeans. Oh, zit al iemand achter me aan? Ja, ik zie. Ik probeer al goed te schieten. Overload. Ja, ik moet over reloaden, niet kan ik niet. Ik ben alleen bang, zou je het even proberen en dan moet ik rammen. Och je! Ben je nou dood? Ja. Hoe kan dat? Ramde je mij zo? Nee, ik Ik word niks van. Oh god! Nee, ik vloog onder je door en van mij ging jij iets naar beneden en toen raakte je. Was ik me bij de vleugels kwijt. Ik ben ook... Iemand vloog ook tegen me aan en toen ben ik ook dood gegaan. Ik denk dat wij tegen elkaar vlogen. Ja, dat kan. Want iemand, of één, iemand die schoot en aandacht op mij, toen was die vleugel er in één klap aan. En toen was het afgelap met de bommenwerp van mij. Wat ook goed is, dus we gaan een spel doen. En we nemen het op, dus we altijd, dat is niet zo goed. Maar nu gaan we alweer winnen. Ja, schoon is schoon niet daar. Nou ja. Dat is toch fucked up. Ik ga het zeggen. Oh, dat is
de Overlord aan. Ah, niet dood. Oh, pas op, jongen. Kom naar Jewel toe. Goed luck toe. Jewel toe. Ja, ik zie hem. Hij zit heel dichtbij. Wil je nog even hier doen? Wil je niet, dan gaan we even sneller doen. Ach, jij bent ook snel, joh. Dit komt echt van heel hoog. Hoppa! Hij is nog alive. Oh, het is voor mij dat ik het gewoon. Ik moet misschien even druk weten. Ligt in de nacht? Ja, maar hij gaat niet eens nog. Nee, hij is nog alive. Hij blijft... Oh, crap! Oh. Ik zit nu heel dichtbij. Hij gaat niet eens. Ja, je hebt toch veel diep. Goodbye. GG, jongen, GG. Ja, good luck. GG. Nou ja, vandaag geen good luck, maar vandaag bad luck. Bad luck niet. Ik heb nog één bommetje om onder mijn vliegtuig. Normaal overleef jij het altijd, hè? Ja, dat bedoel ik. Ik vlieg nu een beetje een kamp. Even een looping maken. Kevin, zie je weer daar? Wat er daar? Ach, dit is in een looping. En deze keer gaat de looping goed. Daar, ik zie wat er daar. Ga erachter. Voor mij is wat er daar door. Nee, maar... Hij heeft iemand neergeslagen. Ik moet even mijn kogels sparen, want ik heb hem nog maar uit. Oh, mijn vliegtuig is kapot! Misschien even turret in de vandaag. Ja. Kun je nog springen uit de vliegtuig? Ik ben nat. Ik moet nog reloaden. Anders kan ik... Oké, nou moet je heel veilig gaan vliegen, maar anders... Want ik voel wel weer zo'n bandrijd en zo van de Japaners. Oh god! Ah! Die kerel die remt even en de turret die raakt aan vol op. Oh, je zit nu achter mij, ja. Please do best, Ben ik nu ik ben nu target. Jammer dat je ook niet gewoon op de grond bent. Ze moeten hier allemaal aan het spotten maken. Ja, dat wordt het ook. Oh, ik ben daar. Ik ben gekild door Overlord. Oh nee, het was dus Glados. Die heeft me ook gekild met turret. Maar het was een spel niet. Er wordt ook zo'n mode, maar dan met boten. En ook zo'n mode met auto's. Als je dan bij dat beginscherm ziet, dan zie je Fleet en nog wat staan, daar onderin. Maar dat is allemaal nog niet, er staat er dat nog niet uitgevoerd is. Weet je wat me opvalt, Kid? Ze zitten er altijd uit, want veel meer mensen hebben als ons. Ja. En dit is mijn laatste vliegtuig, dat is ook een vraag. Nou, ik zie hier weer een bandrijpiloot. Ja, dat is eigenlijk wel. Ik ga achter ja, waar jij nog achter zit, dat is super krachtig. Ik heb hem nog niet eens geraakt, ik ben gewoon echt achter. Pak deze, Oké. Waar gaan we nu op aan, Nick? Ik heb bommen weg, maar ze moeten... Bommen voor. Oh, ik word beknald door de kerel. Dat ziet er niet goed uit. Oh, die kerel... Nee. Ik zie daar een auto, die gaat ook weer. Oké, we gaan het kunnen. We zijn aan de binnende kant. Kijk, er komt er eentje achter je aan. Ik ga wel door het dal. Ik ben om te draaien, ik heb, ik kom er ook uit. Oh, banzai vliegtuig. Oh god, hij heeft me geramd. Ik moet die weg, jongen. Mijn ene vleugel, oh fuck, mijn vleugel is gekregen. Ik moet die echt weg. Waar is hij bezig?
de vliegtuig achter me aan, dus ik ga niet weg uit. Net zoals iemand weet dat mijn vliegtuig moet werken. Ik nog wel grappig. Hopelijk kan ik dit ding nog wel goed landen. Shit, joh. Ik lig op hun gebied en dat vinden ze niet leuk. En dan moet ik wel zo goed landen dat ik niet weer op de tent kan vallen. Dat moet ik weer doen. Bad boy kid. Bad boy. Ben ik niet meer. Bad boy, bad dog. Maar heeft het vliegtuig gewoon geen landing gesteld. Landing gesteld? Jawel, dat heeft hij, want kan er niet op staan, kid. Misschien is het gewoon een band uit, joh. Een band uit, niet dat weet je wel. Want ik weet niet of ik hier over. Ik moet hier weg. Ik ga mijn andere vlucht niet leuk vinden. Keep it up and victory will be ours. Ik vlieg terug richting okay. De base. Zonder landingsgestel kun je dus niet zo goed landen. Ik ben dood. Nee, je had gewoon even alle knoppen in moeten drukken om te kijken op hoe je landen zou gaan. En met dat vliegtuig kun je wel landen, Nick, maar dan kom je niet meer de lucht in. Wel. Oké, ja. Maar dat is mij zo straks niet gelukt. Je moet wel je shiften nou, hè? Mm-hmm. Oh, bij mij blijft hij maar aan. Daar zitten geen wielen aan en niet. Ik kan gewoon landen op ja, de baan. Dat ding moet je ook mee landen op de baan. Ga ik ook niet eens proberen om te repareren, anders ben ik straks fuck. Ja. Maar zoals ik het zie, zit jouw vliegtuig zo hard in de teugel gaat dat jij in mijn niet kan opleven. Ja. Wow, Nick is een goede bal! Nick springt met yay! Kan niet, ik was nog dood. Goede bal! Dat was Nikita. Nu ging hij even landen op. Dan gaan we bij Nulup meekijken en hij heeft een slaapkop op zijn vliegtuig. Het is ook een bommenwerper. Zat op vliegtuig van de kaart. En hij probeert een anti-air kapot te maken. Bommetjes! Gaat die bommen gooien? Nee. Hij wordt echt vanuit gegeven. Hij is ook bad. Hij gaat ook zo'n neerschappen denk ik. Ziet er niet best uit voor hem. Wat? Daar gaat hij aan. What the fuck? Ja, dan gaan we bij dubbeldekker meekijken. En die heeft wel een zieke machine gun op je vliegtuig. Not auto heet die. Not auto. Not auto. Ja ja, stoere boy hoor, looping maken alles. Kijk zeg weer jongen, kijk. Doet hij wat, doet hij wat? Ik dacht even banzai! Ben. Hij mag niet meer doorgaan, maar ja. Hij is de laatste. Ja, dat is de laatste. Hoeveel zal de hunden nog hebben? Hier, Nick, sweet landing Nikita. Maar what the fuck? Waarom Nikita? Iemand zegt sweet landing Nikita. Nikita. Maar ben ik niet achter hij is neergekomen. Wow jongen, hij is tegen berg aangelopen. Een mongol. Wat? Jezus. En die andere is tegen een boom aan. Hij vliegt me gewoon hè, wat een gast. Nee, het is niet afgelopen. Volgens mij hebben we verloren. Ik heb een dikke...
Hey, hij heeft nog een vliegtuig. Ja. Mag hem dubbeldekken. Dit ding is goed, jongen. Kom op, skirt, jong, skirt. Schiet DDG dood. Kijk die geweer, jongen. Ik heb alleen een beetje geld, volgens mij. Nee, jongen, pas op. Ik snap niet, waarom die kerel nou tegen een boom aan moest vliegen? Nou, omdat hij achter die andere gasten zat, toen vloog die andere gasten tegen een berg aan, terwijl hij uitwijkt voor de boom, en toen raakt hij de boom. Mm-hmm. Hij hoeft hem alleen om het door te knallen, dan hebben we al gewonnen. Nee, want er is er nog één, kijk maar. Armored car shot down bij LT Hawkeye. Let's keep the pressure on, victory is close. Nee, volgens mij is het te laat zo. Nu ga ik het helemaal verkloren. Alsjeblieft, heb ik er nog één? Ja. 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 Ik heb afgelopen, denk ik. Hop! Het is wel een mooi vuurtje. Mooi vuurtje, maar dat is niks. Het gaat vast heel hard laggen, want ik heb nu nog maar 9 SPS. Behalve als ik naar boven kijk, 15 SPS. Oh, we hebben verloren. Oh, oh, kid, jij houdt met je grote mond. Elke keer op erop, neem naar binnen we. Ja, ja. Dikke finga. Nou, mensen van Mixed Games Day, dan gaan we het hierbij laten. Like, subscribe en laat even een comment achter. Dan zeg ik tot de volgende keer. Doei. Maar weer.